sociale media is eigenlijk een zeer breed onderwerp, maar wordt toch vooral begrepen in het kader van online media. Hè. We hebben een heel aantal stappen meegemaakt online. Het internet is ondertussen oud. En de meest recente ontwikkeling daarin is eigenlijk inderdaad het opzetten van netwerken waar mensen elkaar tegenkomen. YouTube, MySpace, Facebook, dat bijzonder populair is. En je ziet dat dat echt een volgende stap is. Web 2.0 ja. Heeft men dat op een gegeven moment een aantal jaren geleden genoemd in een poging dat weer een nieuwe definitie te geven. En het onderscheid is dat terwijl men bijvoorbeeld met het gewone surfen of het e-mail sturen is dan eigenlijk toch e-mails van bijvoorbeeld one-on-one. En zie je dat de sociale media zeer typisch online een groepsgebeuren zijn. Hè, waar allerlei individuen van over onmogelijke plekken elkaar kunnen tegenkomen. En daar eigenlijk ook weer een hele communicatie en een hele gemeenschap in meerdere of mindere mate ontwikkelen. Sociaal media, dat zegt me toch wel veel over kranten en nieuws. Sociaal media voor mij is in contact staan met vrienden die je normaal al lang niet hebt gezien. Of die in het buitenland zijn. Nee, ik weet niet wat dat sociale media is. Het woord sociaal media zegt mij persoonlijk niet veel. Alleen weet ik iets over sociale netwerken zoals Facebook. Er is eigenlijk een als je binnen communicatie gaat kijken, in de laatste 100 jaar zeg maar, een evolutie van eerst was de nieuwe vinding de massamedia, radio, televisie, kranten. En dat is natuurlijk prototypisch van één naar allen, waarbij één ook beslist wat wanneer wordt uitgezonden, gepubliceerd, et cetera, et cetera. En waarbij je als publiek daarmee kan doen wat je wil. Je hoeft niet te luisteren, te kijken of te lezen. Je kan informatie mee doen wat je wil, maar het is wel in één richting. Jij beslist niet. En tenzij je een brief naar de krant schrijft of naar de radio, is het eenrichtingsverkeer. Het internet was in die mate tweerichtingsverkeer dat je toch al snel zelf ook kon posten, fora en al dat soort dingen in die vorige generatie. Nu zie je natuurlijk dat je niet alleen kan reageren op iets of nog meer kiezen welke informatie je wel of niet online gooit, maar je een hele gemeenschap echt. Textmessage op je telefoon had men nooit gedacht eigenlijk. Dat was bijna een bijproduct van de gsm en dat blijkt nu, zeker voor een jongere generatie, nog veel belangrijker. We zijn ondertussen ook via e-mail en dergelijke al veel meer gewoon dat we mensen kennen die we eigenlijk nauwelijks zien. Ja. He, dus dat maakt ook dat we daar, en we zijn wellicht ook als samenleving meer geëvolueerd naar wie beschouw ik allemaal als mijn vrienden, zijn voor een stukje mijn buurt, de mensen die ik ken, waar ik mee op café ga, maar net zo goed mensen, we zijn dat al wel langer gewoon. En dat maakt natuurlijk dat hier weer een nieuwe stap werd geboden, waar men massaal opgesprongen is. We gaan met z'n allen samen, maar mensen die elkaar zelfs vaak nog nooit gezien hebben, ook nooit zullen zien, ver van elkaar wegwonen, kunnen met elkaar interageren en een hele gemeenschap vormen. Bij Facebook heb je die zeker wel eens gezien of gekend en gesproken. En dat zijn mensen dat je meestal toch, dat je aan het zoeken bent via je jonge jaren en dat je die eens terugziet. Ik gebruik Facebook voor spelletjes. Met mijn beste vrienden babbelen, afspreken. Mensen zoeken van vroeger, in contact staan met mijn familie in Tunesië. Ik hou niet van Facebook, omdat ik niet graag virtueel sociaal doe. Ik ben meer iemand die met mijn vrienden weggaat, op restokken, cinemakken. Ik voel me niet uitgesloten, want ik vind dat eigenlijk het meer sociaal doen zit rechtstreeks. Dat lijkt wel een toffe communicatiemiddel. En omdat er ook wat mensen dat hadden en er vroegen mensen aan mij of dat ik mij wou aansluit. Privacy is heel belangrijk, want je zou toch niet willen dat een onbekende in je leven komt bemoeien? Privacy is voor mij dat je je eigen geheimen nog houdt en dat niet alles van je bekend komt of bekend wordt. Bestaat dat nog wel, privacy? Dat is de vraag. Privacy betekent voor mij dat je eigenlijk je leven kunt leiden zonder dat er iemand bemoeienis mee heeft. Privacy in zijn algemeenheid wil zeggen natuurlijk dat een mens het recht heeft om zich beschermd te voelen in wat hij binnenskamers of maar ook buitenskamers doet en denkt en voelt. Hè, en dat hij eigenlijk het recht heeft
ieder individu om dat af te schermen en zelf te beslissen eigenlijk met welke informatie die naar buiten komt en wat daar dan verder nog meer gebeurt. Dat is een definitie van privacy. Er zijn grote bibliotheken door veel slimmere mensen volgeschreven over wat privacy filosofisch en dergelijke betekent. Zo'n social dingen, dat media, dat gaat ook een eigen leven leiden. Hè. Dat begint als een geweldig leuk idee waar men denkt met een beetje marketing verdienen we daar ook wat aan, maar blijkt dan vreselijk veel aan te verdienen. Ja. En stap voor stap natuurlijk begint dat dan ook een eigen leven te leiden. En sommigen zien daar complete samenzweringen van Facebook, van de eigenaar, zeg maar. Anderen relativeren dat volledig. Naar goede gewoonte zal de waarheid in het midden liggen. Is natuurlijk de druk om commerciële successen te boeken op basis van al die informatie die mensen daar natuurlijk wel zelf opzetten. Mensen gooien daar van alles, dat is ongelooflijk wat mensen daar allemaal opzetten. En natuurlijk is dan voor zo'n bedrijf, en ja, niks ruikt zo goed blijkbaar als geld en winst. En dan wordt het natuurlijk steeds moeilijker wellicht om die opties en die mogelijkheden te negeren of om daar extreem beschermend voor op te treden. Ik vind dat je dat zeker kan combineren, je privacy met social media. Want bijvoorbeeld op Facebook heb je zeker duidelijk staan, wilt je het met anderen delen? Bij mij heb ik alleen maar geschreven, alleen vrienden. Zelfs vrienden van vrienden kunnen mijn gegevens niet zien. Er zijn er die hun grenzen niet kennen. Maar als je je eigen grenzen kent en je weet tot waar je bekend wilt maken, dan is dat combineerbaar volgens mij. Ik denk dat je het zo gek kunt maken gelijk dat je zelf wilt. Hè. Dus kunt je dat perfect combineren, je kunt dat perfect laten botsen ook. Ik bedoel, zoals ik al ervoor zei, er zijn al ettelijke mensen die hun account gekloond hebben gekregen. En iemand anders doet zijn eigen voor als dat persoon. Nou, dat vind ik toch een inbreuk op privacy. Ik vind dat is niet echt combineerbaar. Als je echt privacy wilt, dan moet je maar geen sociale media, niet aan sociale media doen, want dat is totaal geen privacy uiteindelijk. Je kiest een beetje zogezegd zelf je privacy, dat je kunt opstellen via Facebook, maar dan nog. Ik denk niet dat dat elkaar zou afstoten. Als je denkt hoe groot Facebook is en hoe enthousiast iedereen daar blijkbaar toch op zit, dan valt het al bij al, denk ik, nog redelijk meer de mate waarin dat grote groepen van die mensen echt geschandaliseerd al zijn geweest of echt geraakt zijn in hun privacy. Misschien zijn we ook, worden we met z'n allen een beetje extroverter ook. Nee, privacy is inderdaad cultureel, maar ook tijdsgebonden. Misschien hebben we, het kan zijn, als je in de middeleeuwen met 20 man in één relatief klein huis woont, ik verzin nu maar wat, ik was er niet in de middeleeuwen, ik weet niet hoe het er dan toe ging, dan denk ik ook dat je andere vormen van gêne of privacy had. Hè? Een deur aan je toilet en dat soort dingen meer. Dus op alle vlakken evolueren we. Dus misschien zijn we ook een beetje aan het evolueren naar terug andere visies op wat die privacy is. Misschien is het ook was het ook in de 20e eeuw misschien een sterker concept? En staan we daar stapsgewijs anders tegenover? Natuurlijk, er is één ding dat je wat extraverter wordt. Natuurlijk zijn er altijd wel mensen die dat zullen proberen uit te buiten. Maar dat is ook van alle generaties, alle tijden en ook buiten het internet natuurlijk.